Aan de ontwikkeling van de glaskunst in ons land is een zeer belangrijke bijdrage geleverd door de thans 70-jarige kunstenaar Andries Kopier, die niet alleen modern serieglas vervaardigde, maar ook tal van unica. Eenmalige scheppingen in bijzondere vormen ontstaan door gebruik van uiteenlopende technieken. Ook deze kandelaars zijn van zijn hand. Naar een idee van Kopier is in het expositiecentrum het Zijsterslot nu een tentoonstelling ingericht die hij als een spel met industrieel en vrij glas betitelt. Hij toont daarbij onder andere aan hoe functioneel en mooi bijvoorbeeld laboratoriumglas kan zijn. Bij het vrij geblazen glas zijn ook werkstukken van leerlingen van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de enige kunstacademie in Nederland waar glasblazen en andere technieken geleerd kunnen worden. Studenten uit Nederland en uit het buitenland zijn hier dagelijks bezig met wat Kopier het meest gewillige materiaal in de handen van een kunstenaar noemt. De Amerikaanse Shirley Feinblit knipt en buigt het hete glas met de schaar. De resultaten van haar werk hebben op de tentoonstelling in Zeist een opvallende plaats gekregen. Op de Rietveld Academie bereikt John Bingham speciale effecten door in het tot 1400 graden verhitte glas holten te zuigen. Hier is een van de resultaten van deze techniek. En dit zijn glazen van de Joegoslavische Rietveld-student Jaromir Picic. Het is een boeiende en vaak verrassende expositie daar in de zalen van het geheel gerestaureerde Zijsterslot waar men tot eind augustus terecht kan.